Wanneer u weken tot maanden pijn heeft aan de buitenzijde van uw heup, dan noemen we dat het trochanter pijnsyndroom. Meestal zit de pijn rondom het heupbotuitsteeksel dat boven aan de buitenzijde van het bovenbeen zit. Soms straalt de pijn uit naar de zijkant van het hele bovenbeen tot aan de knie. Soms voelt u de pijn in uw onderrug of in uw bil. U voelt de pijn bij lopen of wanneer u op die heup ligt. U kunt 's nachts wakker liggen van de pijn. Aan het uitsteeksel van het heupbot zit een aantal spierpezen vast. Er zit er ook een slijmbeurs. De slijmbeurs zorgt ervoor dat de pezen niet langs elkaar schuren. Het trochanter pijnsyndroom kan komen door verschillende problemen in dat gedeelte van het bovenbeen. Bijvoorbeeld een peesscheur, een peesontsteking of een slijmbeursontsteking. Meestal is niet goed te ontdekken om welk van dat soort klachten het gaat. Heeft u het trochanter pijnsyndroom, probeer dan door te gaan met de activiteiten die u gewend bent. Wandelen, rennen, fietsen of zwemmen. Als het gaat, is het niet slecht om het vol te houden. Probeer 's nachts niet op uw pijnlijke kant te liggen. Zijn uw benen niet even lang, dan kan een hakverhoging helpen. Een podotherapeut kan hierbij helpen. Het trochanter pijnsyndroom kan vanzelf overgaan. Fysiotherapie kan helpen om de klachten te verminderen. Tegen de pijn kunt u eventueel paracetamol nemen. Neem bijvoorbeeld 3 maal per dag 2 tabletten van 500 milligram. Ook pijnmedicijnen als ibuprofen, naproxen en diclofenac kunnen de pijn verminderen. Deze middelen kunnen wel maagklachten geven. Vraag uw huisarts of ze geschikt zijn voor u. Helpen de pijnpillen niet, dan kan de huisarts een injectie geven in de heup. Hier zitten pijnstillende en ontstekingsremmende medicijnen in. Zo'n injectie kan goed helpen om de pijnklachten te verminderen. Hoe een huisarts zo'n prik kan geven, ziet u hier.